Integriteit is verbinding. De andere kant van integriteit is en alleen, bedriegen, dieven, ze liegen, ze bedriegen, ze houden je andere dingen voor. En ik zeg u voor de duizendste keer, en u gaat het blijven horen, u gaat het blijven horen, want taki. dat taki. De Larry bege. Maar de vervoer is gevaarlijk. Ze, dus als je... Ze, ze, ze leren je om te bidden, maar ze stelen bij het liefde. Terwijl je bege. En de bege zo genaamd, de bege masra. Terwijl je zeker de... Biggie, de bege. De serakodre. waar je voeten staat. Houd die ogen niet dicht, want als je ze openmaakt na het gebed, is die grond van Yogi, of het is van Sumo, of het is van Brunsi. of het is van een familie, van Jan, zijn vrouw, zijn nicht, zijn neef, zijn hele friends, zijn familie. Beste vrienden, zij aanbidden allemaal een andere God. En die God. Waar wij het over hebben, die God die wij aanbidden, is integriteit. Ik ga door dat neem ik krap. Want hij nak door. En hij wacht niet toe. Hij sorry. Dat. Voor voerman. Hé. heeft ze. Je gaat het voelen toch? Je gaat voelen dat wanneer je naar die rechter gaat, dat, jij, dat er is recht gesproken. Maar het is niet waar. Want een man heeft een vrouw heeft Je gaat het voelen. Je gaat voelen dat ministers liegen, bedriegen, dieven, stelen. Je gaat het voelen. En je buurman, je buurvrouw gaat het voelen. In, het, in de lucht, bij hunzelf voelen ze. En dan zeggen ze het geld, het geld, het geld. Maar het geld wat komt, is hun vernietiging. Al, boen, kom, ik je met Al dat geld wat ze verzamelen is de vernietiging, is de ondertekening van de vernietiging van zichzelf, van die families, van alles wat met ze te maken heeft. Daarom moet Suriname, heel Suriname, gaan voor die ene god, integriteit. En die drie eenheid. Integriteit, deskundigheid en professionaliteit. IDP. Adapemde. IDPemide, IDP. Als wij dat niet doen, is het land verloren. Kijk, aan Santokie heb je niks meer, want die man die gaat zo heen. Je weet, Chandrika Persat Santoki is. Je kan dus, hij, hij voldoet dus niet aan IDP. Hè? Hij. Absoluut niet. Tjandrika is niet integer. En ik heb gezegd, ik heb gezegd, omdat ik heb gezegd, ik heb gezegd, ik vind de president niet integer. Maar de president toch niet bang te zijn. Want de vorige president vind ik ook niet integer. En die vorige, vorige president vind ik ook niet integer. En de president daarvoor vind ik ook niet integer. Wij moeten gaan voor die God. Niet voor jou als Hindoe, niet voor jou als Christen, niet voor jou als, als Wintiman, niet voor jou als wat voor ding je ook bent. We moeten gaan naar die God van integriteit. Dat is onze drijfkracht. Dat is onze boy. Hoe wij moeten komen tot ontwikkeling. Trouw Want het enige wat je kan aanmerken als de grootste boosdoener is naar. Asani teun noet tegen, dan hoor je het versje, hoor je het versje, beste vrienden, weet waarom ik het zeg. Ze stelen, ze dieven, ze bedriegen, ze liegen. Ze stelen als raven. Ze lichten op. Ze spelen tikker chicker met de gronden van de mensen. Die ene wil nu ervoor zorgen dat grote lappen grond. eigendom worden. en dat ze kunnen worden verkocht. Kapela, kap, is groot. Wij hebben niet gevraagd om hier te komen. We zijn hier beland. En omdat we hier beland zijn. en uh, wij keihard gewerkt hebben. Zijn we eigendom van het land? Maar je moet, het, je moet dat eigendomschap. Moet je claimen. En je claimt het niet door te zeggen: het is van mij. Je claimt het. de integriteit. Dat we zeggen: we moeten allemaal keihard werken. Wanneer je niet integer bent. Dan ga je zitten als president en je hebt vrienden om je heen. En elk van ze krijgt een stukje. En een, en een stukje van die boy. Weet je wel? We krijgen een stukje van die boy. De praten, de lafoe, de dansen overal. Behalve Alontje. Alontje. Laat niet met zich grappen. Hij weet het al lang. Maar zijn vrienden. Die weten het niet. En wij zijn hier nu gestuurd om u te vertellen dat er één God is. De God van de integriteit. En ik zal u zeggen, wanneer we zitten in de kerken en al die geloofsgroepen, kunnen ze deze God bespreken. Want die God staat niet tegenover geen enkele andere God. Hij is een entiteit op zichzelf. En als je eerlijk en oprecht bent, dan past deze God binnen jouw aanbidding. Zonder om iets een millimeter tegenstrijdig te zijn, laat me voorlopig afsluiten. Het hart is Suriname van de Drie Eenheid: integriteit, deskundigheid en professionaliteit. Dat is dat ik. Travasie... the last question.